Dag vrienden, welkom bij mijn nieuwe video. Ik heb een bus gekocht. Alors tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Dus ik heb een bus gekocht, een camper, gelijk we zeggen. Het is een Volkswagen Transporter T4. Hij is blauw met wit. Hij heeft vier wielen en een reservewiel. Je kunt met drie zitten van voor. Kan er een recht staan. Allemaal dingen die ik leuk vind. Hij heeft een stuur, zijspiegels. Een schuifdeur, achterdeuren die open kunnen. Dus dit is eigenlijk zo wat de staat dat ik hem in gekocht heb. Dus de gordijnen bijvoorbeeld, dat was er allemaal in. Dat bed, dus dat is een beetje een bedachtige structuur in, dat stond erin. Ik heb er alleen zo wat een nieuwe matras opgelegd. Ja, ik heb hem gekuist. Maar voor de rest heb ik er nog niets aan gedaan. Dus ja, ik ben wel van plan om een grote reizen te maken en veel avonturen te beleven. Maar natuurlijk, alle grote dingen beginnen met een kleine stap. En bij deze bus is dat toch wel, denk ik, mijn allereerste nacht in de bus. Dus we gaan nu een paar weken terug in de tijd naar de Lijs die voor het eerst gaat slapen in deze bus. Vandaag is de dag. Vandaag is een spannende dag. Ik ga voor het eerst alleen in mijn bus rijden. En voor het eerst in mijn bus slapen. Spannend, maar heel leuk. En ik moet nog heel veel inladen, dus ik ga dat zo snel mogelijk doen eerst. Alles ligt hier. Het is nu al een rommeltje. Maar het is heel mooi weer. En ik wil graag beginnen rijden voordat het begint te regenen. Want dan moet ik niet uitzoeken hoe dat mijn ruitenwissers werken en zo. Oké. Er ligt hier heel veel grief naast mij. En ik heb ook mijn zonnebril niet. Het is nu al zo fucking warm. Ik ben er veilig geraakt. Nu nog op de wei geraken. Ik sta op de wei bij mijn broer. Dus het is niet exotisch. Maar ik denk dat dat een heel goed idee is voor mijn eerste nacht. Heel slim. Ik heb ook vrienden. Fanny? Fanny? Schaapjes? Child.
Het is avond nu, maar het is hier heel donker. Ik ga mijn zaklamp even. Het is avond nu. Tijd om te gaan slapen. Het is echt pikken donker. Het is 11 uur. Ik dacht echt van, oeh, het is zomer. De dagen zijn lang. Dus ik sta... Ik sta op de wei bij mijn broer, dus ik heb vanavond een beetje met mijn broer nog rondhangen. Misschien moet ik eens checken of al mijn deuren al gesloten zijn. Oh, fuck. Oké, ik ga het hier een beetje gezellig proberen maken. Wat heb ik nodig? Een gsm. Boek. Stilo. Het enige dat ik nog heb dus, is dat raam hier. Hier is dus geen gordijn over ofzo. Dus ik ga daar nog juist een beetje karton aan tapen. Ik denk wel echt dat de kansen dat dat deze nacht naar beneden valt enorm zijn. En ik heb ook een beetje tape opgegeten. Ik haat slaapzakken eigenlijk, echt. Ik ga die echt open doen, want ik kan er niet in slapen. Het is gek om te bedenken hoe lang dat ik hier al van droom. En dat er nu gewoon gebeurt. Ik ben heel moe, ik heb heel slecht geslapen. Dus het is nog een beetje wennen. Het is nog wennen en wat ik vannacht ontdekt heb, is dat dat kardon echt geen goed idee is. Want dat is een schuifdeur. En nu schuift dat niet meer. En ik moest echt heel dringend plassen vannacht. Dus het was een beetje een drama. Nee, geen goed plan. Ik ben thuis geraakt. Het is gelukt. Ik ben echt heel moe. Amai, ik heb echt niet goed geslapen. Er is echt een moment geweest vannacht dat ik dacht, shit. Wat heb ik nu gedaan? Waarom heb ik dat gekocht? Waar ben ik aan begonnen? Oh nee. Maar ik denk ook gewoon, ik moet nog een beetje gewoon worden. En ook, het was nog maar mijn eerste nacht. Dus ik had niet, ik was niet perfect voorbereid. En ja, ik wist ook nog niet goed wat ik ging nodig hebben. Of welke problemen dat er gingen opduiken. Dus daarom dat ik dat zo doe. Hè. Zo van die testnachten natuurlijk. Ja, zodat ik weet wat ik uiteindelijk wil in mijn bus. En hoe dat ik hem dan ga inrichten. Dus het was wel heel leerrijk en productief. En ook wel leuk. Een avontuur. En dat is wel wat ik wou. Dus ja, kijk. Een nieuw hoofdstuk, vrienden. Een nieuw hoofdstuk. En nu ga ik een dutje doen.
Voilà jongens, dus bedankt voor het kijken. Wil ik al zeggen dat ik de volgende nachten beter zijn gegaan of niet? Misschien wel, ja, een beetje op een hoopvolle noot eindigen. Ik ben ondertussen op reis geweest met de bus en dat was heel leuk. En dat zien jullie binnenkort. Dus voilà. Let's blij. And I need you. And I miss you. Now